Het UNSDG schoolpakkettenproject is dit jaar gelanceerd in het district Kommewijnen. Meer dan 1200 jeugdigen uit de verschillende resorten zijn voorzien van schoolbenodigdheden. Dit project is ondersteund door het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Volgens Siverren Hammen, UNSDG jeugdambassadeur, is de registratie landelijk via de districtscommissarissen gegaan en ook op het ministerie van Sport en Jeugdzaken. Dit jaar zijn er veel meer pakketten verstrekt dan voorgaande jaren. We zijn begonnen met 250 pakketten en nu zitten we op 35.000 pakketten die zijn verstrekt, geeft Hammen aan. En wij zijn ervan overtuigd dat om dit project steeds gaande te laten blijven, dat wij van 35.000 het steeds hoger en hoger moeten brengen. Kinderen, ga goed met de tassen mee. Omdat deze tassen bijzonder zijn. Deze tassen hebben geld gekost. Ga het niet links liggen. Ga niet ermee slingeren. Koester het goed. Want ik weet dat hiermee de regering zeker de eerste stap gezet heeft om jouw schoolgaan te garanderen. Tot slot wil ik zeggen. Onderwijs is heel erg belangrijk. En om ontwikkeling te garanderen, moeten wij onderwijs blijven koesteren. Ik zeg één ding altijd. The sky is not the limit. It's just the beginning. Ajay Kali, burgervader van Kommewijnen, vindt het initiatief van de jeugdambassadeur zeer prijzenswaardig. Want heel wat ouders kunnen het zich niet permitteren om alle schoolspullen aan te schaffen, zegt de DC. Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken, zegt dat alle Surinaamse jongeren gelijke kansen moeten krijgen als het om hun ontwikkeling gaat. De kinderen van deze ouders kunnen zich met dit gebaar ook prettig voelen, zoals alle andere kinderen met een nieuwe schooltas en schoolspullen bij het begin van het schooljaar 2018-2019. Ik wil de leerlingen en studenten vragen om deze ondersteuning van de regering, met name het ministerie van Sport en Jeugdzaken, te koesteren en vraag ik goede leerprestatie te hebben en zelfs beter dan de afgelopen jaren. Zolang het gaat om persoonlijke ontwikkeling en of gemeenschapsontwikkeling, moeten we ervoor zorgen dat het toegankelijk wordt gemaakt voor elk kind. Met het schooltassenproject trachten de ambassadeurs samen met het ministerie van Sport en Jeugdzaken een goede bijdrage te leveren om behoeftige jongeren te motiveren naar school te gaan. Als ook de ouders die het financieel moeilijk hebben. Lalini Gopal, minister van Sport en Jeugdzaken, en daarvoor Ajay Kali, districtscommissaris van Kommewijnen. Zij spraken afgelopen donderdag bij de lancering van het UNSDG schoolpakkettenproject. De pakketten zijn verstrekt op het complex van de Tamarejo Sportbond.